Locatie speelt een belangrijke rol in het beeldverhaal. Zometeen zien we twee filmpjes waarin dezelfde persoon dezelfde huiswerkopdracht geeft aan een klas. De locatie is alleen verschillend. Zo, aan het einde van deze techniekles nog het huiswerk voor volgende week. Het is de bedoeling dat jullie in groepjes een prototype gaan ontwikkelen van een cadeauartikel of een cadeauverpakking waarvan jullie denken dat het goed zou verkopen. Goed, aan het einde van deze techniekles nog het huiswerk voor volgende week. Het is de bedoeling dat jullie in groepjes een prototype gaan ontwikkelen van een cadeauartikel of een cadeauverpakking waarvan jullie denken dat het goed zou verkopen. Je hebt nu twee filmpjes bekeken. Welke opdracht zou jij het liefst uitvoeren? Niet alleen locatie is belangrijk in een film, ook de aankleding van die locatie is belangrijk. Als we de laatste locatie nu eens anders aankleden, komt die film dan anders op jou over? Goed, aan het einde van deze techniekles nog het huiswerk voor volgende week. Het is de bedoeling dat jullie in groepjes een prototype gaan ontwikkelen van een cadeauartikel of een cadeauverpakking waarvan jullie denken dat het goed zal verkopen.